Hey, latjes, ik wil nog even een kort filmpje maken. Het is vandaag namelijk Vriendjesdag op Facebook. Ja, Vriendjesdag. Dan krijg je een filmpje met een of ander wat te dansen is. Belachelijk onzin, doe ik niet aan mee. Ik heb meteen gedrukt op verbergen op de tijdlijn. Dan even wat anders. Ik ga nou niet Nederlands praten, want daar heb ik helemaal geen zin in. Weet je wat het is? Je hoort die linkse nou praten over Trump, een narcistisch persoonlijk iets, of een gevaarlijke narcisme, weet ik veel waar die aan leidt. Hey, hoe komen die gasten er allemaal bij? Dan zeggen ze, ja, iemand die zijn eigen geweldig vindt. Niet om meteen een vertander, maar ik vind dat die gozer na 12 dagen echt wel het recht heeft verdiend om zijn eigen geweldig te vinden. Los van alles wat hij allemaal heeft gedaan voordat hij president was. Hij zorgt er God voor dat er werk is in dat land. Hij zorgt ervoor dat hij veiligheid beter wordt in het land. Nee, maar al die kutlinksen, die kijken niet verder dan de neus lang is, totdat ze gezien hebben van, oh, dit gebeurt er. Stop. Pauze. We kijken niet verder. En waarom en hoe. Ze kijken ook niet naar onderhandelingen met die donkere gasten in Chicago. Weet je, ze kijken helemaal nergens naar, alleen maar dat wat hun ten goede komt. Wat zijn dat voor een hypocriete zakken? Tering, man. Flikker toch op. Rot op, man. Gooi je bek houden. Een tijd dat wij rechtsen onze bek dicht houden voor jullie linksen, die is achter de rug. Vergeet dat maar. Dat doen we niet meer. Dit is afgelopen. En nou, ik al helemaal niet. Ik kan mijn bek echt niet houden voor zo'n kutlinkse nicht. Die kutrelwijven. Tering, man. En nog wat anders, hè. Laatst, hè, was er in Amerika tijdens die inauguration van Trump was er zo'n vrouw die sloeg een kerel. En die kerel sloeg die vijf terug. Dan zeg ik, fuck ja. Als jij kunt slaan als een vent, kun je ook klappen krijgen als een vent. Niemand geeft jou het recht om iemand te slaan. En dan hoef je ook niet bang te zijn dat je teruggeslagen wordt. Maar sla jij iemand? Ei, dan ga je neer, bitch. Niet meer normaal, man. Mafketels. Feministisch onzin. Maar minder wel niet. Dat wij onze bek allemaal dicht houden. Ik denk niet, hè. Ik heb het gehad met jullie feministen en linkse en wat dan ook. Ik hou voor niemand met een bek dicht. En als je dat niet kunt waarderen, dan tief lekker op. En je bent wel feministe. En ga eens even kijken of ga je in die Arabische land kunt protesteren. Moet je gewoon eens doen, voordat je hier verder gaat, moet je gewoon naar Arabië gaan en zeggen wij zijn voor vrouwenrechten. Hè? Probeer daar eens met een blote tieten rond te lopen. Dan word jij 48 keer verkracht, is het niet vaker. Of minder als je al meteen afgeschoten wordt of kop afgehakt wordt. Ja, maar dat doen ze nog in die landen, hè? Die hakken gewoon je kop eraf. En als je niet stopt met schreeuwen bij de eerste keer dat ze slaan, dan denken ze, dan slaan we nog maar een keer met die mes op je nek. Weet je, al die hypocriete gedoe, al dat publiciteit, heel dat aandachttrekkerij, vieze aandachtsgeile hoeren. Nou, dat was even mijn uiting van nu. Nogmaals, Trump is geen narcistische persoonlijkheid. Hij is een workaholic. En ik geef hem geen ongelijk. Hoe meer hij nou doet, des te meer vakantie hij de rest van de 4 jaar heeft. Waarschijnlijk niet, maar hey, laten we een beetje links doen. Mafkezen. Ga een of andere hobby zoeken of zo. Of
een vent in hun gezicht slaan terwijl je kinderen erbij staan. Hey, whatever. Ik ga er weer vandoor. Jongens, ik wens jullie een fijne dag vandaag.